Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik de oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @Spuiten en Slikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Dzifa's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hey, hallo. Wat goed dat je weer kijkt naar de leukste, hipste, vetste show van het internet, Dzifa's DM. Het is tijd voor een nieuwe vraag. Hoi Dzifa, voordat ik naar een feestje ga en ecstasy ga gebruiken, ben ik vaak angstig. Ik noem dit knalangst. Ik heb nog nooit een bad trip gehad, maar toch ben ik altijd bang dat er iets slechts gaat gebeuren. Kan jij me redden? Ja, oké Gwen. Dit is voor mij ook een nieuwe term, knalangst. Maar ik denk dat ik wel weet hoe ik je kan helpen. Gratis tips! Gratis tips! Volgens mij kan je knalangst een beetje vergelijken met dat gevoel wat je had als kind vlak voor je verjaardagsfeestje of voor een schoolreisje. Dat je weet dat er iets superleuks staat te gebeuren, maar zo leuk dat je er zenuwachtig van wordt en zo zenuwachtig dat het dus niet meer leuk is. Dus ik begrijp heel goed waar je gevoel vandaan komt. En confronterende mededeling, drugsgebruik is nooit zonder risico. Dus het is eigenlijk heel goed dat je je bewust bent van de gevaren die erbij komen kijken. Maar ja. Voor hetzelfde geld gaat het gewoon allemaal hartstikke goed en is het heel leuk. Dus als jij zeker weet dat je drugs wil gebruiken en van je knalangst af wil komen, blijf dan kijken. Tip 1. Voordat je je knalangst kunt bestrijden, moet je hem eerst recht in de ogen aankijken. Oké, dat viel eigenlijk wel mee. Maar wat is knalangst nou precies en is die angst gegrond? Hallo Natas, wat fijn dat je er bent. Hallo. Dus jij bent angstig voor feestjes? Ja, dat ben ik. Oké. Bang dat het drugsgebruik mis kan gaan? Ontzettend bang. Dat je te hard gaat? Heel erg hard. En de weken voor je drugsgebruik, heb je dan ook last van dit gevoel? Alleen maar. Dat is niet best. Is het ook wel eens misgegaan? Nee, nog nooit. Oké, ik weet genoeg. Klassieke vorm van knalangst. Nou, hoe lossen we dit nou op? Nou, dan gaan we kijken hoe je je zo goed en veilig mogelijk kan voorbereiden. Het recept. Men nemen een geteste substantie drugs. Wees hier op tijd mee en plan ook wanneer je drugs gaat gebruiken, want dan heb je genoeg tijd om langs het testloket te gaan. En door je drugs te testen weet je wat erin zit en weet je dus ook zeker dat het niet vervuild of versneden is. Vervolgens een flinke snuf research. Check bijvoorbeeld een aflevering van ons of van Drugslab. Zo weet je precies wat je kan verwachten van je trip, hoe je eruit gaat zien en waar de valkuilen liggen. Verder een goed gesprek met uw vrienden. Zo zijn zij op de hoogte van je knalangst en kunnen ze je op de dag zelf ondersteunen. En dan hoef jij niet met je half strakke kop uit te leggen waarom je je niet helemaal flex voelt. En tot slot, een ruime portie fun. Vergeet vooral niet waarom je drugs wil gebruiken. Hè? Je hebt zin om een avondje op een andere planeet te belanden, lekker uit je bol te gaan. En drugs zou een toevoeging moeten zijn op je avond. Is dit het niet en krijg je het er nog steeds Spaans benauwd van, dan kan je je afvragen of je het niet gewoon bij een biertje moet houden. Wil je echt drugs gebruiken of voelt het als een moedje? Goed, Natas, ik wil jou over 10 dagen terugzien voor een check-up en laat me vooral weten hoe het gegaan is. Tip 2. Tijd voor een quiz. Weet jij wat de juiste dosis MDMA is? A. Een halve pil. B. Een hele pil. Of C. 1 tot 1,5 milligram MDMA per kilogram lichaamsgewicht. Ja, moeilijk. Het goede antwoord is natuurlijk antwoord C. En voor de mensen die dat nog steeds niet begrijpen, hier een snelle rekensom. Onze Natas is 70 kilogram. Dus dat betekent dat voor haar lichaamsgewicht een pil met 70 milligram tot 105 milligram MDMA perfect zou zijn. Maar tegenwoordig zijn de ecstasypillen heel sterk. In 2019 bevatte de gemiddelde ecstasypil zo'n 172 milligram MDMA met uitschieters tot 296 milligram MDMA per pil. Dus 1 pil op een avond is echt veel te veel. En wat gebeurt er nou als je een pil gebruikt die te sterk is? Dan ga je hem meer voelen. Nee, dan voel je hem dus niet meer. Maar dan krijg je meer last van de negatieve bijwerkingen. Dus dingen als kaakschaatsen, rollende ogen, meer zweten. Dat zijn juist de dingen waar je bang voor bent en dus ook knalangst voor krijgt. Gebruik dus eens wat minder. Neem wat gas terug. Gooi jezelf die weegschaal op, check je gewicht, laat je pil testen en bepaal jouw sweet spot. Waarschijnlijk ga je op een mindere dosis MDMA veel lekkerder. 3! Jullie wisten dit misschien niet van mij, maar ik heb jarenlange ervaring als motivational speaker. En een wijs man heeft ooit iets tegen mij gezegd en dat wil ik graag aan jullie meegeven. Want ik moest vroeger altijd kotsen zodra ik ecstasy gebruikte. Alleen die man vertelde me dus dat als je drugs gebruikt, je met je gedachten de realiteit creëert. Dus omdat ik dacht dat ik elke keer moest kotsen als ik een pil gebruikte, gebeurde het ook. Maar als je gewoon tegen jezelf zegt dat het niet zo is, dan gebeurt het niet. Zo simpel is het. Dus ik heb hier een lijstje met mantra's. Dit kan je gewoon uitprinten. Plak het op je spiegel. Neem het mee naar een feestje. Zeg dit tegen jezelf om jezelf te resetten. Ik heb geen knalangst. Ik ga niet kotsen. Ik ga niet klappertanden. Ik ga niet te hard. Ik krijg geen bad trip. Mijn ogen gaan niet rollen vanavond. Ik ga niet hallucineren. Ik ga een leuke avond hebben. Ik ben goed voorbereid. Ik ga me abonneren op Spuiten en Slikken. Dank je. 3, 2, 1. En zo heb ik jou bevrijd van de geest van knalangst. Weer een succesverhaal. Zo, je zou bijna denken dat ik ervoor betaald word. Heb jij nou een vraag? Stuur dan een DM naar Spuiten en Slikken. Helemaal gratis. En voor €0 per maand abonneer jij je op het Spuiten en Slikken YouTube kanaal. Dus doe dat! En dan zie ik jullie volgende week.